Oeh, kijkers van Gaals Games, hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we bij Pokémon Soul Silver. We gaan weer lekker verder waar we gebleven waren. En mensen, vergeet natuurlijk ook niet eventjes de andere video's te checken vandaag. En de Pixelmon video van gisteren, waar ik in, waarin ik natuurlijk lekker met Guido aan het beddelen was. Of tenminste aan het, aan het trainen om te gaan beddelen en shit. Um, in ieder geval, check het gewoon eventjes. Linkje in de beschrijving. Maar goed, um, vorige aflevering hebben we natuurlijk de gym verslagen. De gym was best pittig. Ik heb heb er best veel moeite mee gehad. Um, ja, en gelukkig is het me wel gelukt in één attempt gewoon. En daar ben ik vooral heel blij mee. Want ik had echt verwacht dat het een stuk of drie keer moest gaan duren... ...voordat ik überhaupt de gym neer had. En ja, nou, in ieder geval, het is dus goed gekomen. Het is ondertussen ook half zeven s'avonds. Ik weet niet zeker, maar mensen zeiden iets tegen mij over Houndour. Ik weet niet hoe laat het daarvoor moet zijn. Het geldt nu volgens mij als... Dusk. Als, als het zou kloppen, zou het nu dusk zijn. Um, maar volgens mij moet het echt night zijn daarvoor. Maar goed, dat weet ik dus niet zeker. Um, maar wat we deze aflevering dus nog wel even moeten doen, um, is naar de bloemenwinkel. Even kijken, dat is hier zo. Um, want die geeft mij natuurlijk dan het water voor op Sunevoudo. Even kijken. Mensen vergeten natuurlijk ook niet eventjes de Pokémon te raden die hieronder sta staat. Jullie zien het wel hieronder: de Pokémon. Um, ja, ga, probeer het even te raden. Kijk, het is altijd leuk. Ik zal jullie weer een hint geven voor deze aflevering. Het is weer Generation 4. Um, toch? Ja, toch? Ja, Generation 4. Nou, ik zeg ik het weer verkeerd en dan worden jullie allemaal weer boos op mij dat ik het verkeerd heb gezegd. Um, oké, okay, hier hoeven we ook niet naartoe. Dat was dat ondergrondse stuk. Dat betekent dat eigenlijk gewoon maar één ding. We moeten deze kant op en dat is uit de stad. Maar wacht even. Waarom zijn Pokémon nou geheld Ja, oké. Okay, dat was ook het geval. Um, Onyx, jij mag heel eventjes op de luie bank, want... Je bent ondertussen level 21. En dat is een beetje hoog, mensen. Um, ik moet natuurlijk ook mijn andere Pokémon nog trainen. En ja, daarvoor zullen we toch eventjes. Nou, wacht even. Voordat ik mijn Reap train, die ik wel nodig ga hebben later, of Flavi doe ik even Huto trainen. Puur om het feit dat Huto wordt al bijna een Noctal. En ik denk haast dat we hier wel weer een paar Pokémon tegen gaan komen. Um, die, ja. Slecht zijn tegen doet. En we gaan nog één dingetje bekijken. Daarvoor moet ik even mijn vorige video erbij halen. Want ik zag een reactie van Hessel. Terwijl we hier een Vulpix hebben. Um, Hessel had een reactie achtergelaten. Namelijk over Heracross. En nou wil ik die er heel even bij halen. Want ik vind dat toch wel heel erg belangrijk. Um, even kijken. Um, zo. En dan zoeken we even naar de reactie van Hessel. Ja, hier is die alweer. Je kan een Herakos krijgen uit een headbutt tree. Oh, that's it? Oh. Oké, okay, dus. Um... Het enige wat ik hoef te doen is een beetje headbutt tegen een boom aan te doen om Heracross te krijgen. Nou wil ik dat wel gaan proberen. Alleen tokenpiece op dit moment in de daycare. Die zullen we dan eerst even op moeten halen. Um, wat we zo meteen wel kunnen doen. Even kijken, terwijl we hier even een beetje pack gaan doen op dit ding. Ik weet niet hoeveel damage het doet, maar oké. Okay. Ik blijf het wel doen met hoe doet. omdat ik alle XP naar hoe het wil hebben. Omdat uiteindelijk Noctil, ja, is al heel erg belangrijk. Even kijken. Zo, nog een keer. Oké, okay, hij woke up. Quick attack. Oké, okay, dat zal wel wat damage doen. Oké, okay, niet eens zo heel veel trouwens. Um, Oké, okay. en nog één keer pack. En ik mag zelfs als eerste, omdat hij nou dit keer geen quick attack deed. Nice. Oké, okay, Vulpix is dood. Ik weet niet hoeveel ik speel daarvoor krijg. 202. En dat was ook al gelijk de trainer. Oké, okay, nou, voordat we dus deze kant op gaan, gaan we toch even terug. We gaan even naar de daycare lopen. Want ja, mensen, Heracross kunnen we niet laten gaan. Absoluut niet. Uhm. Ja, ik weet niet. Heracross is toch. Het is een fight-bug. Um, ja, vaak zou je zeggen: bug is niet zo heel goed. Maar Heracross daarentegen is wel goed. Ik heb, ik heb een beetje. Ja. Gezien en. Oh, oh, oh. Vooral op, op, op Pixelmon. Daar heb ik het heel veel gebruikt. Um, Heracross. En ja, het is echt een, uh, een beest van een Pokémon. Tenminste, even kijken: Token heeft 15 levels. Wat? Oké, okay, geven we Tokenpi maar even terug. Um, Wauw. Is Tokenpi nu level 16 dus? De maar hij is gewoon hoger als mijn Flavia en mijn Belsprout. En hij heeft alleen maar in de daycare gezeten. Dat is eigenlijk best absurd. Um, maar goed, we hebben hier Trees. Ik weet niet, ik ga heel even kijken. Heracross. Cross Soul Silver. Um, want ik ben toch wel even benieuwd um, wat ik, hoe ik die nou precies ga krijgen. Um, is er nog... Oh, wacht. K uh, Headbutt in route 7, 11, 16, 28, 33, 42, 44, 45. Oké, okay. we moeten dus zo heel even gaan kijken welke route we zitten. Want het is dus niet op elke route. Um, Oké, okay. um, even kijken. Pokégear. En dan moeten we de map hebben. En momenteel zitten wij op route... 34. Staat niet op het lijstje. En hier zit het Forest. En dan hebben we hier 33. Hier kan het dus wel. Een 42. Waar is 42? Ja, 42 is alweer een heel stuk verder. Shit, dan zou ik of terug moeten hier. Ja, dat doen we dan wel als ik fly heb, denk ik. Ja, yep, is niet anders. Um, ik zal dat moeten doen zodra ik fly heb. Nou ja, dan stoppen we Tokenpier gewoon weer terug in de daycare. Want eer dat we dan. Daar naartoe gaan, kunnen we ook wel eventjes hier langs vliegen, natuurlijk. Um, even kijken, we stoppen weer Tokepie erbij, happelijk hé. En nou, Tokepie, tot later weer. Um, nee, ik wil niet nog een Pokémon bij jou wegstoppen. Ik ga er nu gewoon vandoor. Doei. Um, Oké, okay. en wacht. Nou, dat ik toch bezig ben op deze site, gaan we ook even kijken voor Houndour. Zoiets was het volgens mij. Uh, ja. Even kijken in Soul Silver. Wat? Hij geeft alleen de nieuwere Pokémon aan? Wat is dit dan weer? Wat heb ik verkeerd gedaan? Uh... Wacht, Hound, Dower, Sol, Silver. Doe ik het al even zo? Ja, Zerubi. Ah, oh, ja. Even kijken. Ehm um... Sol, Silver. In route 7. En de Safari Zone. Oké, okay, eh... Um... De Safari Zone? Volgens mij komen we daar zo meteen uit, toch? Of is dat pas later in de. Wacht, nee. Safari Zone is degene in Kanto. Dus je kan hem hier alleen krijgen op Route 7. Nou, laten we even kijken waar Route 7 is. Uh, Pokégear. Voor mij is dat in Kanto hoor. Route 7, dus 45, 29, 47. Ja, Route 7 is in Kanto, mensen. Daar kan ik niet eens... Kan ik daar eens op kijken? Nee, ik kan nog niet kijken op Kanto. Nee, um, dat betekent dus dat we dat ook nog niet kunnen doen. We kunnen dus nog niet daarheen. We komen zo wel bij het National Park uit. Maar dat kunnen we dus niet als Fire Pokémon krijgen. Dat vind ik wel heel erg stom eigenlijk. Um, wat, dus laat ik eens even kijken. First Fire Pokémon, Soul Silver Oh, zoeken. Uh, even kijken hoor. Wat zeggen ze hier? Fire Pokémon. Um, aside from Pikemus, Svilpix is the first to come. Just north of the Sudowoodo, and then in the Burn Tower you can get Magbar. Or you can get them off your Pokewalker very early on if you put the effort. Pokewalker? What is that? Treatmill. Then connect a transfer. A Ton of wat? do you, get? Wat? Um, wat is. Mensen. Ja. Ik, dit is toch even een vraag aan jullie. De, voor degenen die Soul Silver hebben gespeeld. Ik zie er iets staan. Um, en dit gaat over. PokeWalker. Walker. Even kijken. Po Poke Walker. Soul Silver. Wat is dat dan? Oh, wacht even. Ja, 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 ja. Ik weet het al. Nee, dat is voor mij niet van toepassing. Ik moet dus wachten tot na de Soudouboude dat ik Vulpix kan vangen, of ik moet wachten tot ik Magmar kan vangen. Nou, um, wat? Je kan open je en Plus. Uh, ja. Uh. Oh, ja. Fijn voor de informatie. Uh, had ik nodig, denk ik. Ik drukte op ja, maar goed, dat maakt niet uit. Um, Oké, okay. we zijn nu hier weer bij de volgende route. En we gaan even kijken. We hebben hier een dual trainer. Ja, dat is ook de enige kant die we op kunnen. Yup. Um, even kijken. Wat gaan we dan bovenaan zetten? Dan zet ik Flavi met. Oh, wacht, die staat al bovenaan samen met hoe het doet. Oké, okay. attack. Even kijken. Als het goed is, stelt het als dubbel, toch? Ja, 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 ja. ja. Oké, okay, ik ben benieuwd. Oh nee, niet. Moet ik ze. Oh wauw, ze staan naast elkaar. Ik dacht dat dat letterlijk als double battle ging tellen, maar dan niet. Um... Dit is wel heel erg vervelend trouwens. Ik moet hier even voor gaan switchen naar Crocanal, want hoe doet krijgt een Century niet heel erg makkelijk dood. Um, even kijken, Crocanal. Defense Curl, ja, dat had ik al wel weer verwacht. Als ik dan Pack of Tackle had gaan zitten doen, ging het nog veel langzamer. Dus ja, beter dat ik Krokenal even in heb gezet. Train ik ook Krokenal nog een beetje mee. Ik had ook Bellsprout kunnen doen, eigenlijk. Die is lager. Maar goed, ik wil Krokenal ook even een beetje meetrainen met de rest. Dus moet ik die ook eventjes naar level 20 brengen, ongeveer. En um, nog een tip van Hessel. Krokenal leert nu pas op level 60 weer een nieuwe wateraanval. Dus het is belangrijk dat ik er sowieso voor zorg dat ik een. Um, een. Ja, hoe heet dat? Uh, surf op Coconut ga zetten. Want dat is even een wateraanval die tot level 60 de beste gaat zijn. Als het goed is. Nou ja, en dat is dus heel erg vervelend. Maar goed, Meryl. Um, die gaan we lekker afmaken met. Um, onze gekke Bellsprout. Hij doet rollout. Nou, dat kan me niet zo heel erg schelen de eerste keer. En daar gaat Meryl weer. Zo. Even kijken. Belsprout krijgt hier ook iets van 200 XP van. Nou ja, ik zat in de buurt. En dat was deze fight alweer. Oké, okay, dat ging heel snel. Ik ben benieuwd of zijn vriendin dan ook nog gaat battelen. Ja hoor. Waarom had dat dan niet even in een duel battle gekund? Ik weet niet of die mogelijkheid er überhaupt is in Pokémon Soulsilver. Maar het had wel leuk geweest. En zij zet een Pikachu in. Oké, okay, ja, dat is niet heel erg verstandig tegen doet. Ehm. Um... Ook niet tegen Flavia. Ja, dan moet ik toch weer Onix in gaan zetten in dit geval. Alleen, ja, wil ik dat liever niet. Maar ja, goed. Dat is de enige Pokémon die een beetje goed is tegen uh, Pikachu. Die ik tot nu toe bij me heb. De andere kan ik hem ook wel vast afmaken hoor, mensen. Maar het is alleen een stukje lastiger. Um, terwijl we Roktomp gaan doen. Als het goed is, moet dat best wel veel damage gaan doen. Oh, bijna in één keer dood. Ja, ik had liever een ground gehad. Maar goed, dat, je, je hebt niet, kan niet alles hebben. Um, even kijken. Noemen we nog een keer Rock Tomp voor de, de final hit. En daar ging Pikachu. Doei. Oké. Okay. Hier krijgen we best wel weer wat XP van, waarschijnlijk. Onyx 208 is die alweer bijna level 22. Gods, wat gaat die Onyx snel? Nou, dan weet ik zeker. Um, in deze opname moest ik, moest ik ook nog wat vragen aan jullie. Um, ja, ik wil graag weer aanzetten dat mijn Pokémon kunnen evolueren. Um, ja, naar, vanaf level 37. Um, ik weet niet of dat helemaal goed uit gaat werken met deze versie. Um, maar. Ik wil het wel weer gaan proberen. Ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn. Um, zo ja, laat dat natuurlijk even weten in de, in de reacties. Dan weet ik ook of jullie dat leuk vinden of, of niet. Ja, dat kan ook natuurlijk. Um, maar dat maakt het voor mij wel weer een stuk leuker. Omdat ik dan wel alles kan vangen. Of tenminste, de, de meeste Pokémon kan vangen. Um, wat hebben ze hier trouwens? Veel ground Pokémon. En nou ja, verschillende Pokémon, zomaar te zeggen. Want. Een Pikachu, maar dan ook weer een, twee keer een ground Pokémon en dan... Uh, triggered. En dan had ik eigenlijk weer Bellsprout in moeten zetten, maar goed. Even kijken. Um, Watergun. Watergun, gewoon als sterkste aanval tot level 60 qua water, terwijl je een water Pokémon bent. Hoe verzinnen ze het? Ze weten ook wel, je, je krijgt surf door de game heen, maar... Ja, toch. Uh, Zubat, oké, okay, die willen we heel snel af hebben, dus Flavi, kom jij maar. Het is mooi wel dat ik een beetje een verspreid team heb. Ik heb een grass, ik heb een, uh, een, een rock, ik heb een, een water, ik heb een, een elektriciteit. Uh, um. Het is wel weer fijn om dat te hebben, want ja, soms gaat het een beetje lastig aan het begin. Maar ik had al vrij snel zo'n soort team. En dan heb je ook weer voor elke Pokémon, heb je tenminste wat in huis. Tenminste, voor bijna elke Pokémon. Um, dat is wel heel erg fijn. Even kijken, hij zet weer een Diglett in. Dan gaan wij over naar Bellsprout dit keer. Dan heb ik drie verschillende Pokémon weer wat XP gegeven, natuurlijk. En Bellsprout gaat volgens mij even omhoog. Oh nee, 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 nee. Niet. Tenminste, denk ik niet. Um, Vine Whip. Hij doet Grawl. Nou, haal mijn Defense maar iets omlaag. Of is het mijn Attack? Oh, Attack was het. Oké, okay. nou, ook goed. Even slecht eigenlijk. Want mijn Attack moet gewoon hoog blijven, of course. In ieder geval, Ditto is weer dood. Ik denk iets van 200 XP weer. Oh, 240, nice. Oeh, en hij is toch bijna level omhoog. Oké, okay, nou ja, dan had ik toch wel bijna gelijk. Um, en dan hebben we hier weer een volgende trainer. En nog een volgende trainer. Uh, er zijn hier wel veel trainers, damn. Even kijken, nou ja, dan gaan we ook maar voor de volgende. En ik heb nog niet eens hoe het echt goed kunnen trainen ondertussen. Want voor de rest, it, ik moet elke keer switchen van Pokémon. Volgens mij is dat hier niet het geval, ofwel. Even kijken, het is een Juggler. Een voltorp. nou dat is... Level 2? Are you kidding me? En nog niet in één keer dood. Dan krijg ik dat toch voor elkaar. Ja, maar, maar what the fuck, wat... Begin charging power, ja dat snap ik. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. We doen gewoon nog een pack en dan is die weg, maar... Waarom maar level 2? Ik krijg er iets van 30 XP van. Ah, 40. Nou, bijna hetzelfde. Zet hij weer een voltorp in. Wacht even. Deze is dan level 4 zeker. Of 6. Hmm. Ja, dat dacht ik al. En dan mist mijn hypnose ook weer. Oh, Triggerd. <tog een lach> Oké, okay, dat moet er raar hebben uitgezien, maar goed. Um, even kijken. Ah, hypnose. Pack. Weet je, we gaan niet eens meer moeite doen. We doen gewoon twee keer pack, Einde oefening. Oh, hier ben je ook gelijk weer. Static paralyzed. Tackle. En. Doet weer tackle. En ik doe lekker pack En die is dood. Oké, okay, hiervan ga ik level omhoog. Hoppakee, level 18. Nice. Ehm. Um, en dan doet hij nu weer een voltop. Ja, nu is het tijd dat ik ga switchen naar Onyx. Want ik denk toch dat die voltopjes net iets te hoog worden. Nu, nu is hij level 8 of 12 of zo. Ik weet het niet. Oh, 10. Nou, oké. Okay. Kwam ik in de buurt. En dan is de volgende 14 of zo. Denk ik. Tom gaat mis. Hij doet charge. Nou nee, daar ben ik niet zo heel bang voor. Alleen zijn special defense gaat heel erg omhoog. En zijn aanvallen van elektriciteit doen meer damage. Maar ja, doe maar lekker elektriciteit aanvallen tegen Onyx. Zoveel je wil. Hoppakee. En. Oeh, bijna in één keer. Hij is wel gelijk zijn speed naar beneden. Hij doet Sonic Boom. Um, nou dat, zo, dat doet nog best wel wat damage. Oké, okay. Rock Throw erachteraan. Die is neer. Hoppakee. En nou zijn laatste. Ik denk 14. Terwijl Onyx alweer level omhoog gaat hierdoor. Hoppakee, Honig level 22. Jongen, jongen, jongen. Um, sandstorm. Oké, okay, dat is zeker een move die we even gaan leren. Sorry, Rage, maar we zijn al voorbij de Miltank. Dus ik denk dat ik jou niet meer nodig heb. Sandstorm is natuurlijk altijd handig. Kan ik callen in een battle? Bijvoorbeeld bij een watergym zou het heel erg handig zijn. Um, of nee, water juist niet, volgens mij. Durf ik niet meer te zeggen, maar hij zet nog een Voltorp in. Dat dacht ik al wel. En dit is dan van level. Ja, 14. Ik had het toch goed. Um, nou, Sandstorm. Bij, bijvoorbeeld bij dit soort Pokémon is het gewoon super handig. Um, hij doet charge. Nou ja, prima. Doe jij maar lekker charge. En dan doe ik zo meteen weer Rock Tomp. En dan, ja, dan krijgt hij toch weer damage tussendoor. Um, hier, kijk. Er gaat heel weer. Tok. En ja, het is niet veel mensen, maar het kan zomaar eens de laatste 2, 3, 4 damage zijn die je nodig hebt. En ja, dat is met Sandstorm wel zo. En dat, daarom is het ook zo leuk om een Tyranitar te hebben op Pokémon. Uh, of op Pixemon en hier later ook natuurlijk. Um, even kijken. Dan uh, krijgen weer wat damage. En wij doen een uh, Rock Smash om dit af te maken. Hoppakee. Okay. Zo. Oké, okay, die is ook dood. Nou ja, ik word er wel nog paralyzed van aan het eind van deze fight. Maar dat maakt helemaal geen drol uit. Hij krijgt 463 XP alweer. En we hebben deze trainer ook weer verslagen. Goed, mensen. Um, ja, voor deze aflevering was dat het wel weer. We gaan zo meteen, de volgende aflevering tenminste, gaan we weer verder naar het volgende stukje. En ja, dan. Um... Gaan we even kijken wat daar is. Want ik wist iets met het National Park. En ik weet dat daar nog iets te doen was: dat je daar een prijsje kon winnen of zo als je het goed deed. In ieder geval, ik wil jullie allemaal weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het weer leuk vonden, doe natuurlijk even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, check natuurlijk ook gewoon eventjes de video's van vandaag. En de Pixelmon serie, of course, waar ik ga trainen en later ga paddelen tegen Duffy. Om te kijken wie de beste is, natuurlijk. Mensen, ik zeg later.